de drie webinars hiervoor integreren in dit webinar. Het wordt een leuke webinar. We gaan kijken naar een weekritme. En daarbij gaan we gebruiken wat we in de vorige webinars geleerd hebben. Dus laten we daar eens even mee beginnen. Ik sla even het stukje over mezelf en over het bedrijf. Dus even kijken wat we in webinar 1 hebben gedaan. Nou, we zijn vooral gaan kijken naar tijdbenutting. Een van de belangrijkste elementen daarbij is het Eisenhower, de Eisenhower kwadranten en het personal dashboard. In webinar 2 zijn we wat meer ingegaan op een operationalisering van die Eisenhower in de vorm van die timeflow. Daarnaast hebben we de Pomodoro techniek behandeld. Er staat overigens nu een artikeltje op lifehacking, wat meer in de diepte gaat. Gekeken naar de KISS focus en het belang van templates. In webinar 3 vorige week hebben we met name gehad over breakdowns, met als voorbeeld de jaarplanning. Zowel privé als voor werk, zowel formele rollen als informele rollen. En we hebben ook gezien dat je een breakdown heel goed kan maken met behulp van mindmapping. En het is handig als je dat ook vanuit je centrale elektronische personal dashboard doet. Dus daar hebben we ook naar gekeken, we hebben die ook behandeld. En een van de belangrijke functies van een personal dashboard is dat je niet meer hoeft te zoeken naar informatie. Enerzijds zodat je links kan plaatsen naar websites, sociale media, files op je desktop, in de cloud, etc. Maar ook omdat je RSS-feeds automatisch je dashboard in kan laten lopen. Dat kunnen Google zoekstrings zijn, maar dat kunnen dus ook RSS-feeds zijn waar je nu ook al naar kijkt, die je nu ook al in de gaten houdt. Nou, dit webinar gaan we het integreren. Dan gaan we vooral kijken naar hoe kunnen we dat nou operationaliseren elke dag en elke week.